Ook dit jaar is de Badmense Kermis weer het feest van het jaar. Er waren verschillende activiteiten gepland in de middagen en 's avonds ging iedereen los op de muziek. Jij bent mooier dan een wonder, daar kan ik niet omheen. Weet je nog die tijd, we waren samen. Heel leuk. En we hebben allemaal pret gemaakt met elkaar. Het is wel gezellig. Ja. Ik ga vooral in alle attracties en dat soort dingen. In het lachhuis. Ja. Hoezo het lachhuis? Dat het grappig is. Er waren op zaterdag in de middag verschillende activiteiten gepland voor de kinderen. Op zondag was er een markt, een koetsendefilé en de uitreiking van de Badmense Kermis VIP. Op de maandagochtend was er weer een markt en een seniorenontbijt bij Café De Brink. Bode zorgde het hele weekend voor de sfeermuziek. Ik ben in de bank geweest. Ik ben ook in de octobus geweest. Ja, en in het lachhuis nog. Nou, we zijn al in de bank geweest. Ja. Maar nog niet heel veel. Maar we zijn nog in de octobus geweest. Ja. Mensen van elke leeftijd hebben plezier op de Badmense Kermis. Het is een en al feest, zoals je kan zien. Mensen in en rondom Badmen denken maar aan één ding. Gezelligheid op 100 en zorgen op 0. Wij voor altijd samen. Oh, ik was zo bang dat het nooit meer terug zou komen. En het moest laten gaan. Maar ik volg mijn gevoel en laat je niet meer...